3-0 in het voordeel van de Landsteden Volleybal. 25-20, 25-21 en 25-18. De wedstrijd werd voorafgegaan door een minuut stilte in verband met de perikelen gisteravond in Parijs. En we gaan als eerst naar de coach van de tegenstander, Albert Christina, aangeschoven hier aan deze kant. Welkom Albert. Wat is jouw visie op deze wedstrijd? Maar was het wel duidelijk, toch? 3-0. Dus ja, wat kun je dan zeggen? Landsteden speelde goed. Maakte gewoon heel weinig fouten in de eerste twee sets. Waar wij wel fouten maken. En er waren een aantal directe fouten. En dat kostte de eerste twee sets. En daarna zakte de moed een beetje in de schoenen. En dan worden we opgerold, om het maar zo te zeggen. Met welk plan waren jullie naar Zwolle toegekomen? Ik moet zeggen, voor vandaag heb ik die taak aan de jongen zelf gegeven. Om zelf de afspraken met elkaar te gaan maken en op papier te zetten. En met de focus om een aantal dingen zelf beter op orde te gaan krijgen. Niet zozeer naar de tegenstander toe, maar puur om ons eigen spel beter van elkaar te krijgen. En dat hebben ze gedaan. Daar zal ik verder geen geheim op prijs geven, maar zelf het plan vandaag zelf gemaakt. En de focus lag om een aantal dingen die we zelf beter voor elkaar moeten gaan krijgen, beter moeten gaan doen, om dat vandaag op orde te hebben. En als je het vergelijkt tijdens de voorbereiding, wedstrijd die we tegen Landsteden hebben gespeeld, volgens mij hebben we toen 5 sets gespeeld en echt dik verloren. Ik vond dat we vandaag in de eerste 2 sets toch wel dichterbij waren. Dus wat dat betreft heb je wel progressie geboekt. Maar uiteindelijk kom je toch wat tekort. Je maakt ook wat minder uren. Dat is ook de werkelijkheid en daar moet je ook wel onder ogen zien. We hebben wel wat meer ervaring op het veld. Jongens die ook wel het verschil kunnen maken, zeker als ze tegen mindere tegenstanders spelen. Maar de werkelijkheid is ook dat die jongens een fulltime baan hebben en maar 2 keer in de week kunnen trainen. Dus ja, daar heb je ook wel mee te maken. En uiteindelijk gaat dat wel het verschil maken. Hoe meer je investeert, niet alleen individueel, maar zeker ook als ploeg, hoe meer daar uit zal komen. En wij investeren eigenlijk te weinig als ploeg. Wij hebben maar 2 momenten in de week, maandag en woensdag, waarin wij als ploeg investeringen kunnen doen en met elkaar volledig kunnen trainen. En dat is gewoon te weinig. Op het moment dat je mee wilt doen aan de top, dan gaat dat je kop kosten. En dan hoef je ook geen illusies over te hebben dat je dan echt in de buurt komt of dat je echt een bedreiging zal zijn. Ondanks dat je dan een aantal ervaren jongens hebt die in het verleden een spoor hebben verdiend of wel hoog hebben gespeeld. Maar op dit moment is dat gewoon te weinig om echt een bedreiging te zijn. Kun je aangeven wat jullie doel is voor dit seizoen? Doel is om play-offs te halen. Kijk, vorig seizoen hebben we het hele seizoen onderaan gebundeld. Uiteindelijk hebben we wel geloof erin gehouden en de boel op orde gehad tijdens de play-downs. Daarin hebben we al die wedstrijden gewonnen en uiteindelijk 8e geworden. Dus dat was een mooie prestatie. En voor dit seizoen is het toch wel weer een stapje hoger kijken. En proberen we eerst de play-offs te halen. En als je dat hebt bereikt, als we dat hebben bereikt, dan zullen we wel zien wat we dan kunnen gaan betekenen. Omdat we dan ook wel wat verder in het seizoen zijn. Dat je dan ook wat meer met elkaar hebt kunnen trainen. Vaker momenten gehad, ook al is het maar 2 keer in de week. Maar dan duurt dat proces gewoon veel langer. En misschien dat je dan tijdens de play-offs wat meer omhoog kan kijken. Nummer 7, nummer 6, nummer 5. Dankjewel. Gaan we even naar Redplaats Strikmoedaar. Willem, de coach van Landsteden Voetbal. Kun je je vinden in de woorden van Albert? Wat betreft de wedstrijd? Ik kan mij altijd vinden in de woorden van Albert. Dus ik ken Albert al vele jaren en een zeer gerespecteerd collega. Overigens Albert, ik heb voor jou en de familie heb ik 4 Sinterklaasjes neergezet. Die zijn van chocola, neem ze mee naar huis, deels uit. Ja. En dan
Ik mis de Zwarte Pieten. Kom, ja, die zitten daar in die bak, maar dan gaan we daar weer zo'n discussie over krijgen. Maar ik weet dat jij daar geen enkele boodschap aan hebt, aan dat hele verhaal. En gewoon Sinterklaas is Sinterklaas en klaar zijn we. Maar ik kan me prima vinden in de woorden van Albert. En Albert is een intelligente coach. En eentje die aan het begin altijd van het jaar altijd zegt tegen zijn team... gaat goed komen, ook al lijkt het helemaal nergens naar. Gaat goed komen, lijkt nog steeds nergens naar, gaat goed komen. En dan aan het einde komt het altijd goed. Dus dan heeft de zaak wel op orde. Oké, dan over je eigen spel. Wat kun je daarover zeggen? Dat was prima vandaag. Ik had daar niet veel over te klagen. Aanvalspercentage is goed. Passing over het algemeen stabiel. SSS maakte de fouten voor ons. Dus dat was ook wel lekker. Ja, en met Nico Maanenschijn hadden we wel een serveerkanon in huis vandaag dat het goed voor elkaar had. Hij pakte nog een paar bloks mee en aanvallend zat het goed. En, ja, die was lekker los en die maakte dan ook verschil in de tweede set. Want daar hebben we 6 directe punten en 2 van Nico, 2 van Rowan aan surf. Ja, dan gaat het wel lekker snel. En, los van die directe punten was de tweede set eigenlijk wel de beste set van beide teams. Als je kijkt naar de rest van foutenlast en de aanvalspercentage, was dat goed in evenwicht met elkaar en dat leek er wel op. Maar ja, die 6 punten die maken wel een verschil aan het einde. Heb je bewust niet gewisseld voor deze wedstrijd? Ja, dat is heel bewust geweest, want de rest is geblesseerd. Dus we hebben een veldhospitaal ingericht hier. Elke week komen er wel een paar bij. Dus Hilaris heeft vorige week tijdens de wedstrijd tegen Dynamo heeft hij een verstapping gemaakt. En de enkel toch dik geworden en had er wel last van. Dus ik kon niet trainen deze week, dus het leek ons niet verstandig om hem te belasten. Frank Lubbers was vorige week uitgevallen met last van de knie had. Nou, hij heeft ook nauwelijks wat getraind, dus het leek me niet verstandig. Ja, Rutger Zoutsma die had gisteren een botsing, die kreeg een knieschijf voorvaart in zijn onderrug. Dus die was al blij dat hij gewoon kon wandelen vandaag. Ja, zo loopt het wel lekker vol en dan blijft het 7 over en die hebben het goed gedaan. Wat zegt dat voor komende woensdag, de wedstrijd tegen Lausanne? Helemaal niks. Lausanne is een... is een ploeg die het hier gewoon zelf netjes op orde had, maar dat hadden wij niet. En, ik vind geen ploeg van een hoger of van groter kaliber dan Dynamo Apeldoorn of Orion of iets dergelijks, wat een beetje ook probeert boven in de Eredivisie zo te eindigen. Dus ik denk wel dat we daar gewoon nog prima tegen kunnen spelen. Maar, ja, alles is afhankelijk van je eigen niveau. Het wordt wel stabieler. Foutenlast gaat omlaag. Passing gaat beter. Zoals vandaag hadden we maar 1 set met 7 foutsurfs. Ja, die winnen we dan uiteindelijk ook nog omdat de tegenstander meewerkt. Maar Lausanne zal niet zo meewerken dat ze dat zomaar prijsgeven. Die voelen zichzelf natuurlijk wel dicht bij de volgende ronde. Maar ik denk dat wij daar prima tegen kunnen spelen. We zijn hier na de thuiswedstrijd tegen Lausanne dat het uit nog 3-1 wordt. En dat we de golden set gaan winnen. Zo zie je het nog steeds. Zeker. Dankjewel. Ik heb geen enkele reden om dat te veranderen. Zo kijk ik aan tegen hoe die ploeg zijn niveau heeft. Nou, en spelen ze heel goed woensdag. Dan wordt het een ander verhaal. Maar ik denk dat wat we hier 2 weken geleden gezien hebben van hun, dat hun niveau is. Dankjewel. Albert, wat is de volgende tegenstander voor u? Volgens mij Rotterdam. Is dat dan, gezien jouw verhaal, een belangrijk, cruciaal duel? Ja, voor ons wel. Ja. Dat is een ploeg die onder ons staat op dit moment. Die moeten we wel proberen. Goed. Veel succes. Dankjewel. Beide heren, bedankt voor deze toelichting. En we zien jullie graag de volgende keer weer op 25 november tegen Taurus in het Landstedsportcentrum. Dankjewel. Ja.